We staan hier voor het stadion van Sportclub Heerenveen, genaamd het Abel Enstra Stadion. Maar wie was Abel Enstra? En waarom is er een heel voetbalstadion naar hem vernoemd? Dat zal ik je vertellen. Als Sportclub Heerenveen zo'n 100 jaar geleden wordt opgericht, gebeurt er in datzelfde jaar nog iets. De geboorte van een van de beste voetballers ter wereld. Vaak is het moeilijk om de allerbeste voetballer te kiezen die bij een club heeft gespeeld. Maar bij Sportclub Heerenveen Steekt Abel Enstra er met kop en schouders bovenuit? Het is de meest bekende, legendarische speler die de club ooit heeft voortgebracht. Of is het andersom? En heeft Huus Abe, zoals men hem noemt, de club voortgebracht naar de top? In de jaren 40 en 50 brengt Huus Abe Herenveen naar grote hoogte met maar liefst negen noordelijke voetbaltitels op een rij. Hij is de architect van het kampioenselftal, maar kan het natuurlijk niet allemaal alleen. Echter zouden zijn teamgenoten een groter probleem hebben gehad zonder Abe. Hij is de man om wie je draait, de absolute verdette. Buzabe heeft zoveel talent dat hij op zijn vijftiende zijn debuut mag maken in het vlaggenschip, het eerste van Heerenveen. In zijn eerste officiële pot trapt hij er gelijk één in. Hij heeft geen probleem om zich bij de grote mannen te voegen. Hij komt, hij ziet en overwint. Met 20 goals wint hij direct de topscorersbokaal bij de senioren. Mede dankzij al deze goals grijpt Heerenveen de titel in de tweede klasse en promoveert het elftal via de na-competitie. Abe is onmiddellijk de ster van Heerenveen. Heerenveen is Abe en Abe is Heerenveen. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Een half jaar na Abe zijn plotseling overlijden komt dit tot uiting. Herenveen eert zijn icoon, dienstbetekenis voor de club, door het stadion naar hem te vernoemen. Ook wanneer Sportclub Herenveen het huidige stadion in gebruik neemt, blijft de naam hetzelfde en is er sinds dat moment een stambeeld van Usabe.